Hij zat helemaal onder bloed en hij was helemaal opgezwollen zijn hoofd en alles. Wat dacht u toen u hem zag? Weet ik niet, op het moment wat door mij heen ging. Ik wou mijn zoon helpen. Wil Toonsen krijgt afgelopen zaterdagnacht een alarmerend telefoontje van een onbekende. Ik ben tegen 3:50 s'nachts ben ik gebeld geworden door iemand die wat mijn zoon heeft gevonden. Die zegt, uw zoon zit hier bloedend op het bankje, komt u hier naartoe? En ik spring uit de auto en ik ga naar mijn zoon toe. En dan zegt hij, papa, ze hebben me geslagen. Brian zelf herinnert zich verder niets. Even tevoren is hij door de beller aangetroffen. Hier lag hij bewusteloos? Ja. Volgens de getuige die wat hem heeft gevonden. Zijn fiets lag bij hem. Dus hier is hij gevonden op deze plek hier. Wil hoort in het ziekenhuis dat zijn zoon vermoedelijk klappen heeft gehad. Een geweldsmisdrijf dus. Maar de politie doet dagenlang niets. Maar hun laten mij op dit moment in de steek. Er is nog geen aangifte gedaan, totaal niks. Schandalig. Wat het lastig heeft gemaakt is dat de jongen zichzelf niets kon herinneren van het voorval. We hebben inmiddels alle informatie die we hebben naast elkaar gelegd. En dat heeft gemaakt dat vanmiddag ook is gestart met een strafrechtelijk onderzoek. Hij moet omver zijn geslagen op zijn fiets. Of iemand heeft hem nagezeten. Dat is alles. En dat kan je niet uit mijn kop. Nou, wat voor ons heel belangrijk is, of er mensen zijn die zaterdagnacht iets gezien hebben wat bijzonder is. Of misschien wel gezien hebben wat er zich heeft afgespeeld daar achter de kerk in Linnen. En die informatie kan ons helpen om de zaak op te lossen.